geeft enorm veel voldoening om ook aan leerlingen reuzensprongen te zien maken. Ik zou zeggen, laat alles liggen, maar leg alles een beetje bij elkaar en dan zijn we weg. Een klas leerlingen, dat is een vijver met heel veel potentieel en het is zaak van mij om daar zoveel mogelijk in te steken en dan ook weer uit te halen. Ik denk niet dat ik zo'n groot vaktheoreticus ben. Ik ben eerder een doener. Ik ben iemand die samen met de leerlingen in onbekend water springt, dat ook graag doet en dan met hen ergens naartoe zwemt. Liefst naar plekken waar wij heel erg verrast kunnen worden. Het heeft 8 armen en het heet een octopus. Ja, octopus. Een octopus, je wist het. Ik denk dat je als leerkracht moet durven mislukken. Als het altijd lukt, dan betekent dat dat je op veilig speelt. En van zo gauw als ik het gevoel heb, we zijn maar iets gewoon aan het doen, dan is het voor mij niet genoeg. Ik wil eigenlijk altijd iets meer. En ik zoek daar constant naar. Ik kan tijdens de les ook genieten van de schoonheid van het zoeken, het proberen en het mislukken ook. Vaak dan toch om uiteindelijk de weg wel te vinden. Er komt wind. Ooit de wind. Er komt wind uit de oren. Ja. De reden waarom ik het doe, is dat ik soms echt een geluksgevoel krijg als dingen lukken, als de puzzelstukjes in elkaar vallen, als leerlingen met heel veel goesting en enthousiasme tot iets komen. Ja, het kan een jongen zijn, maar dan wel. Het motiveert me enorm als ook aan leerlingen bij het begin van het schooljaar bijna nog niks kunnen en naar het einde van het schooljaar gewapend zijn om naar de gewone klas door te stromen en in het leven te stappen. Dan denk ik altijd, daar doe je het toch wel voor.